Welkom, deelnemers van de Bankgiroloterij. Mijn naam is Mark Simoons en vanavond zijn we live vanuit het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Ja, ik ben hier vanavond samen met conservator Loes van Harreveld. Zij staat hier verderop al op ons te wachten. En zij gaat ons meenemen met een hele speciale rondleiding hier door de Eregalerij. Ja, zoals ik al zei, we zijn live. En nu kan het natuurlijk voorkomen dat je bij een live schakeling tegen een technisch mankement aanloopt. Nou, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar mocht dat gebeuren, dan doen we er achter de schermen natuurlijk alles aan om dat zo snel mogelijk te verhelpen. Lukt dat niet, dan maken we hier melding van op Facebook. Mocht dat gebeuren, alvast onze oprechte excuses. Hartstikke leuk dat u kijkt naar deze livestream. En het leuke van zo'n livestream is dat u vragen kunt stellen. En dan kunt u wel vragen stellen aan mij, dat kan. Maar het is veel leuker om dat te doen aan onze conservator Loes. Want Loes die weet namelijk alles van hetgeen wat we vanavond gaan zien hier in de Eregalerij. Die vragen kunt u stellen in de Q&A-box van Facebook. Ik wil meteen even van de gelegenheid gebruik maken om u namens de Bankgiroloterij en het Fotomuseum te bedanken voor uw deelname. Want dankzij uw deelname heeft de Bankgiroloterij in 2020 zo'n 87 miljoen euro kunnen bijdragen aan 78 culturele instellingen in Nederland. En de Bankgiroloterij is hiermee een van de grootste financiers van kunst en cultuur in Nederland. Mede dankzij uw deelname is de Eregalerij waar we vanavond zijn tot stand gekomen. En ik wil u nu graag meenemen naar Loes, want als het goed is, staat ze hier in de verte op ons te wachten. Loes, goedenavond. Welkom. Goedenavond. We zijn live. Dankjewel voor deze uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Ontzettend leuk dat we deze mogelijkheid hebben om iedereen zo live mee te nemen in de Eregalerij. We zijn ook heel blij met deze tentoonstelling en de steun die we hebben gekregen om dit te realiseren. Want het is de eerste keer in ons museum dat je echt een groot overzicht hebt van de Nederlandse fotografie. En we beginnen ook echt, we gaan een reis maken door de tijd. En we beginnen ook in 1842 bij eigenlijk een hele kleine foto die hier hangt. En die is gemaakt door Eduard Isaac Asser. En dat was een van de eerste Amsterdamse amateurfotografen. En hij gebruikte een daguerreotypie. Dat is een hele bijzondere techniek. In 1839 uitgevonden. En daarmee fotografeerde hij op een verzilverd koperplaatje. En dat meisje, dat is zijn dochter, die moest daarvoor ook heel lang stilzitten. En ze houdt haar armpje ook vast. Ze had soms ook in studio's nekklemmen om mensen stil te houden. Want je kon wel eens zo een half uur stil moeten zitten om een goede scherpe opname te maken. En hij is ook nog met goud getoond. Dus het is een heel bijzonder klein objectje. En dus echt al ontzettend oud. En je zegt, dit is de eerste foto en die komt uit Amsterdam. Ja. Is dit ook de eerste techniek van fotografie? Of zijn er bewijzen van dat het al eerder geprobeerd is, maar elke keer mislukt? Hoe? Ja, je hebt natuurlijk verschillende. Met technische vindingen is het altijd zo dat er tegelijkertijd mensen met iets bezig zijn. En je had ook de Fransman Niepce, die was ook bezig met fotografie op hetzelfde moment. En die had een andere techniek ontdekt. Maar ook in Engeland was Fox Talbot bezig. En die had ook weer een techniek om op papier foto's te maken. Dus dat gebeurde een beetje tegelijkertijd, maar we zeggen altijd dat Daguerre de eerste uitvinder was van de fotografie. Op een zilveren plaatje, zeg je? Ja, op een zilveren plaatje. En het moest ook met jodiumdamp moest dat worden behandeld en met kwik. Dus het was ook, je moest goede scheikundige kennis hebben. En het was ook eigenlijk wel gevaarlijk voor fotografen. Dus je kreeg vieze handen, maar het kon ook gewoon giftig zijn. Wat voor types waren dat die in die tijd foto's maakten? Asser was een jurist en die deed dat gewoon als hobby. Hij had ook thuis een elektriseermachine en een microscoop. Dus hij vond techniek gewoon leuk om mee te experimenteren, om zijn gasten mee te vermaken. En een beetje in dat kader deed hij ook een aankoop van een daguerreotypie-toestel, een fototoestel. En hij liet het helemaal uit Parijs komen. Dat is een bijzonder woord wat je nu noemt. Ja, daguerreotypie. Ja. Precies. Hoe ziet zo'n fototoestel eruit? Nou, dat is eigenlijk gewoon een soort houten kistje met een lens. Eigenlijk heel simpel, maar wel groot. En ja, heel bijzonder en duur ook in die tijd. Je moest daar best wat geld voor neerleggen. Dus het waren vooral rijke mensen die fotografeerden. Okay. Het was echt
voor de elite iets om mee te hobbyen. En hij tekende ook zelf, dus hij wist al een beetje van, nou, hoe maak je een portret, hoe zet je iemand mooi neer, 3/4. Daar had hij ervaring mee. Nou, de eerste foto van een reeks foto's die we vanavond gaan zien. Hoeveel gaan we er zien? Nou, we lopen door tijdvakken. Ja? Dus het is echt een tijdreis aan de hand van verschillende momenten in de geschiedenis. En dat eerste tijdvak heet het nieuwe wonder. Dat is waarin fotografie wordt ontdekt en er ook steeds nieuwe dingen worden geprobeerd met dat medium fotografie. Dus mensen gaan de stad fotograferen en ook die afbeeldingen verkopen. Ze gaan bijvoorbeeld de maan fotograferen. Dus je hebt de eerste toepassing ook van wetenschappelijke fotografie. En, best wel, ik zie daar onder staan, 1862. Ja, dat is heel vroeg. Ja. Dat is wel al met een glasnegatief. Je kon het niet makkelijk drukken. Dat werd echt met de hand afgedrukt en erin geplakt. Maar heel bijzonder dat dat lukte. De eerste foto was al een keer op een daguerreotypie gemaakt. De eerste foto van de maan. En dit is een Nederlander die daar ook mee experimenteert. Ze gingen ook de camera aan een microscoop verbinden. En op die manier foto's maken van microscopisch kleine plantendeeltjes. Dat is ook te zien in deze tentoonstelling. Ook eens om kennis te delen. Zeker, ook om bijvoorbeeld voor een klas met kinderen foto's te projecteren van een microscopisch preparaat. Fotografie was daar heel handig in. Overigens, het zal u vast zijn opgevallen. We lopen hier inderdaad door een redelijk donkere eregalerij. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de foto's die we zo goed mogelijk willen belichten. Dus het kan zijn dat u ons niet zo heel goed ziet. Dat is niet erg. We focussen ons helemaal op de foto's die u vanavond gaat zien. En mocht u vragen hebben of, over de foto of gewoon überhaupt een vraag aan Loes over de hele collectie, stel ze dan natuurlijk in de Q&A van Facebook. Dan zorg ik dat ze bij Loes terechtkomen. Wat zien we nu, Loes? Je ziet daar een foto gemaakt door Soublette. Hij werkte in Curaçao als fotograaf. En hij heeft hier een foto gemaakt van de haven in Curaçao. Op de achtergrond zie je ook nog de beroemde Pontjesbrug, of toen Emmabrug. En deze haven is natuurlijk een heel beladen onderwerp, omdat daar ook vroeger de tot slaaf gemaakte werden verhandeld. Je ziet allemaal grote tonnen liggen, misschien met zout erin. Dus daar vond alle handel plaats. Dus het is echt een foto uit de koloniale tijd. En we hebben juist ook Nederlandse fotografie breed opgevat. Want dit hoort het natuurlijk ook bij onze geschiedenis. En ook een beladen verleden natuurlijk. Met de slavernij erbij. En alle ellende die daar heeft plaatsgevonden. Dus dit is daarin ook een belangrijke foto. Soublette was heel belangrijk ook voor de geschiedenis van Curaçao. En die in fotografie vastleggen. Hij was daar echt dé bekende fotograaf in de 19e eeuw. En hier zie je ook een foto van een Javaanse fotograaf. In Indonesië werd heel veel door Nederlanders gefotografeerd. Of buitenlandse fotografen die dan echt als toerist, als buitenstaander kwamen. Vaak ook mensen heel exotisch fotografeerden, gewoon om portretjes te verkopen. Maar dit was een echte Javaanse fotograaf en die werkte aan het hof. En die heeft aan het hof hele mooie portretten gemaakt, maar ook rituelen gefotografeerd. En later werd hij ook heel erg goed in het fotograferen van monumenten. Dus veel tempels heeft hij vast weten te leggen. Cassian Cephas heet hij. En we hebben deze foto ook heel mooi op een karton nog straks in de schatkamer, waar we eventjes gaan kijken. Oeh. Is dit ook, zeg maar, het jaar, is dit de periode waarin het beroep fotograaf ook echt ontstond? Ja. Ik bedoel, dit is echt een geposeerde foto. Ja. De eerste foto was gewoon even snel zijn dochter. Het was meer een experiment, ja. Zo voelt het. En hier is echt iemand een tijd mee bezig geweest om die foto goed te maken. Ja, zeker. Je ziet door de tentoonstelling heen ook eigenlijk een hele ontwikkeling van een beroepsgroep. Ja. En ook het de emancipatie van fotografie tot kunst. Want het begon vooral als een medium om te documenteren. Je ziet dat al in het eerste tijdvak, dat mensen fotografie gebruiken om bijvoorbeeld
Nieuwe Bruggen te fotograferen. Pieter Oosterhuis deed dat bijvoorbeeld. Die kreeg opdrachten van de staat om dat te doen. Daarmee kon hij ook in zijn onderhoud voorzien. Dus daarmee komt ook die professionele fotografie op. En je ziet bijvoorbeeld nou ook hier bij Augusta Curiel, ook bijzonder. Dat zijn twee vrouwelijke, het is een vrouwelijke fotograaf die samen met haar zus werkte. Dus ze hadden samen een studio. Nou, dat is in die tijd, begin 20e eeuw, in Suriname al een grote bijzonderheid. En zij werkte dan samen met een grote platencamera, met glasplaten. In dit geval in opdracht van een plantagehouder. En dit is een plantage waar ze bakoven, bananen en cacao verbouwden. Slavernij was toen al voorbij, maar je ziet nog wel oude koloniale structuren terug. Vooral ook in de hiërarchie van die huisjes waar de mensen wonen die op die plantage werkten. En dat waren in die tijd ook heel veel contractarbeiders. Die dachten dat ze daar een gouden toekomst tegemoet gingen. Maar vaak was het toch leven onder barre omstandigheden. En er zijn nog delen van die plantage ook bewaard in Suriname. En er wonen ook nog wel veel nazaten van die mensen. Dus belangrijk voor de geschiedenis ook. En dat is continu de afweging die jullie maken als jullie een foto selecteren voor de eregalerij. Ja. Wat is de waarde? Ja, ook voor de fotografie, maar ook voor de maatschappelijke geschiedenis inderdaad. Ja. Want terwijl we naar het volgende werk lopen, kan je iets vertellen over hoe jullie zo'n 99 foto's selecteren? Ja, zeker. Dat selectieproces is ontzettend ingewikkeld geweest. We hebben allemaal experts daarbij betrokken. En dat waren verschillende mensen. Dus bijvoorbeeld conservator van het Rijksmuseum in Amsterdam, Mattie Boom. Ik vanuit onze eigen collectie. Maar ook twee jonge fotografen. Galit Amakran, jonge fotograaf, en Kevin Osepa. Die hebben ook vanuit hun achtergrond meegekeken en ideeën aangedragen. Op een gegeven moment lagen er honderden foto's op de vloer. Ja. En hebben natuurlijk ook heel veel mooie schatten moeten laten liggen. Het is heel moeilijk keuzes maken. Waar kijk je dan naar? Vaak natuurlijk is ook iets in ons collectief geheugen geworteld. Kennen we die foto al heel goed? Is die beeld bepalend geworden voor ook de visuele geschiedenis van Nederland bijvoorbeeld. Maar ook is een fotograaf belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het medium. Dus het zijn verschillende aspecten waar we naar gekeken hebben. Ja. En dat met elkaar afgewogen. En natuurlijk zijn er heel veel foto's, ook te zien, bekende foto's die al keer op keer in boeken gepubliceerd zijn. Maar er zitten ook nieuwe dingen bij, zoals waar we net naar keken. Rombouts. Dat is een archief van een fotograaf die een paar jaar geleden opgedoken is bij een familie. Die lag gewoon, dat archief lag onder een bed geschoven. En dat wordt opeens ontdekt en dat blijkt een hele vroege straatfotograaf te zijn die ook met een microscoop fotografeert. Dus die geschiedenis is nooit af. Nee. Dus ook onze keuze is niet af. Kan over 5 jaar anders zijn, over 10 jaar ook. En hoe komen die foto's bij jullie terecht? Nou, dus soms doordat iemand iets vindt nog, ja, van een verre nazaat. Ja. Maar soms kopen we ook werk aan. Dus we hebben ook een aantal dingen kunnen kopen die nu hier te zien zijn. En vooral hedendaagse fotografie. Onze collectie is vooral ook heel oud. Loopt altijd een beetje achter, omdat ze vaak archieven krijgen van oude fotografen. Ja. Fotografen die niet meer werken. Loes, ik zei het al, er kunnen vragen binnenkomen. En die komen inmiddels binnen. Ik heb hier een vraag van In Elf. Zij zegt, of hij... Ik heb portretten van mijn overgrootouders uit ongeveer 1879, 1880. Het lijken echter tekeningen. Kan dat kloppen dat foto's te duur waren voor mensen? Ja, kan dat kloppen? Dat kan. Vanaf het jaar 1860 kreeg je kartenvisiet. Dat waren kleine afdrukjes op een visitekaartje, zeg maar. Karton, vaak heel mooi gedecoreerd met gouden lettertjes eromheen en een klein fotootje. Dat was een techniek die door André Desdéry was bedacht in Parijs. En zo kon je heel snel heel veel portretjes maken. Daarmee werd fotografie toegankelijker voor heel veel mensen. Voor ook mensen die wat minder geld te besteden hadden.
dat het tekeningetjes zijn. Daarmee zou ik moeten denken aan misschien een fotootje wat geretoucheerd is, zo heet dat. Dus dat er overheen getekend is. Omdat in het begin waren foto's soms heel vaag te zien, omdat de techniek nog niet zo goed was. En dan gebruikten ze een penseeltje of een pennetje om het opnieuw te tekenen. Maar het kan ook zijn dat het een tekening was die waar weer een foto van gemaakt is. Ja. Dus dat is heel moeilijk om dat te zeggen. Zo, maar in het begin was zonder het wel prijzig, iets te zien, toch? Maar het was zeker duur. Het was voor de betere klasse. Ja. Ja, en pas, nou, we staan nu toevallig ook in het tijdvak fotografie voor de massa. Dus dat is wel een hele toepasselijke vraag. Ja. En het werd makkelijker dankzij een camera die Kodak heeft gemaakt. Dat is de Kodak boxcamera. En hier zie je zo'n foto die gemaakt is door, zeg maar, iemand. Nou, de massa is ook een groot woord. Want dit was een man die in aandelen handelde vanuit Amerika, aandelen in de Amerikaanse spoorwegen. En hij kocht zo'n cameraatje in New York en maakte daar zelf kiekjes mee. Dus echt uit de hand geschoten fotootjes. Op een schip, dus met heel veel beweging erin en dynamiek. En die camera die ging dan naar de fabriek van Kodak. Daar werd het ontwikkeld en afgedrukt. En daarmee werd het ook makkelijker voor de massa om foto's te maken. Omdat je niet die hele bagage van scheikundige kennis nodig had. Ja. En het werd ook steeds wat goedkoper. Maar dit was nog steeds niet super goedkoop voor de massa. Kan je een indicatie geven van wat zoiets aan kostte? Nou, dit was toch nog prijzig om zo'n afdruk te laten maken. Om een heel rolletje terug te krijgen. Ik weet van zo'n daguerreotypie-uitrusting wat het kostte in francs. Maar ik weet van deze Kodak, ik denk dat het toch wel rond de 10 euro misschien per fotootje was. Ja, moet je nagaan. Ja. Je noemde het net al, en dat is ook echt voor deze tijd toen de fotografie ontwikkeld werd, door een scheikundige. Reina vraagt zich af, was het niet ongezond vroeger om foto's te maken en te ontwikkelen? Ja, het was heel ongezond. Het is eigenlijk nog steeds niet heel gezond. Je moet ook niet met je handen, als je echt nog met de oude technieken werkt, moet je niet met je blote handen in gaan staan. Veel fotografen gingen ook gewoon echt dood aan bepaalde dampen die ze inademen. Kwik is natuurlijk levensgevaarlijk. Dus er waren vrij veel beroepsongevallen. Helaas. Nog een vraag van Wendy. Die vraagt, hoe worden de glasnegatieven dan bewaard? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook wel heel bijzonder in ons museum. Hierboven is een etage met een enorm depot. En daar hebben we een klimaat van 3 graden Celsius en 45% luchtvochtigheid. En dat is helemaal optimaal voor glasnegatieven. Daar worden ze dan ook nog staande bewaard. En daar zijn ze schoongemaakt en in nieuwe zakjes gestoken. En dus daar werken wij ook heel hard aan achter de schermen. Ja, heel bijzonder. Dit is van een zo'n glasnegatief gedrukt. Dat is een foto gemaakt door Catharina Berend, een van de eerste amateurarchieven die in het museum terechtkwamen. En dat is een naakt selfie. Dat is bijzonder gewaagd dat zij dat deed. Ze was een aanhangster van de, wat in Duitsland Freie Körperkultur heet. Dus gewoon lekker naakt lopen in de natuur. En dat deed zij ook met haar vrienden. Ze ging gewoon zwemmen of ze ging een paard rijden. En ze maakte ook foto's. Helaas is ze gestopt toen ze trouwde en kinderen kreeg. Dus het is een heel klein oeuvre. Maar wat heel bijzonder is, dat er ook dagboeken bij zijn. Dus we kunnen ook heel veel te weten komen over haar leven en wat zij fotografeerde, waarom. En naaktfotografie was dus iets nieuws. Ja, en dan zeker ook nog een vrouw die zichzelf naakt fotografeerde. Want natuurlijk werden er wel naakten gemaakt om te verkopen. Maar ja, dan waren het mannelijke fotografen die daar een handeltje in zagen. Oké. Waar neem je ons nu mee naartoe? Ik neem jullie mee naar een nieuw tijdvak waarin revolutionaire ontwikkelingen plaatsvonden. Niet zozeer technisch, maar ook vooral artistiek. Mensen gingen op een nieuwe manier fotografie gebruiken, ook heel erg vanuit de kunst. En wat je daar ziet is een hele wereldwijd beroemde fotocollage gemaakt door Paul Citroen, Metropolis. Hij maakte dit onder invloed ook van Bauhaus gedachtegoed. Het schijnt zelfs dat hij hiermee ook van invloed is geweest op een hele beroemde film die Fritz Lang maakte. Een soort vroege science fiction film over de dynamiek van de stad.
En Paul Citroen heeft hiervoor allemaal stukjes stad geknipt uit krantenartikelen, oude fotokaarten. En daar een soort weerwar van stedelijk weefsel uit samengesteld. Ja, ik vind het heel erg mooi en bijzonder. En dit was baanbrekend voor die tijd. Want wat je tot nu toe natuurlijk zag, was vooral het vastleggen van de werkelijkheid. En hier wordt een hele nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Is dit dan ook uit eigen creatie of is het een opdracht geweest? Nee, dit is echt dus ook inderdaad heel belangrijk. Vrij werk. Ja. Fotograaf, kunstenaar, is daarna eigenlijk heeft een periode heel bijzonder werk gemaakt in de fotografie, maar is daarna helemaal op de schilderkunst overgestapt. Dus hij was echt een ook vrij kunstenaar daarin. Dus dit tijdvak heet ook het nieuwe zien. Mensen gaan experimenteren met nieuwe gezichtspunten. Een van de belangrijke personen uit de Nederlandse geschiedenis zien we hier. Dat is Anton de Kom. En hij is gefotografeerd door Piet Zwart. Piet Zwart was een voorvechter van de nieuwe fotografie in Nederland. Hij combineerde ook heel vaak foto's met typografie. Deed daarin hele mooie dingen. Eigenlijk was fotografie vooral ook dienend voor het werk wat hij in drukwerk maakte. En in dit portret zie je de nieuwe fotografie terug. En de Bauhaus opvatting dat het heel erg vanaf een hoog standpunt is gefotografeerd. Het laat ook alles gewoon zien in het gezicht zoals het is. Rimpeltjes, de huid, de poriën. Het verhult niks. Terwijl voor die tijd werd het allemaal met een penseeltje weggestipt. En werd alles mooier gemaakt. En Anton de Kom is natuurlijk een belangrijke verzetsheld. Heeft zich in Suriname heel hard gemaakt ook voor anti-kolonialisme. En heeft in de Tweede Wereldoorlog, ja, in het verzet voor ons zich ingespannen, maar is helaas omgebracht in een kamp. En we naderen nu ook tijdvak waarin helaas de Tweede Wereldoorlog breekt uit. Je gaat belangrijk werk zien wat tijdens de oorlog is gemaakt in Nederland. Een van de iconische foto's is gemaakt door Cas Oorthuis tijdens de hongerwinter. Dat is een vrouw met een broodkorst. En die is ook getoond over de hele wereld in de tentoonstelling The Family of Man. Een hele belangrijke tentoonstelling voor waarin het ook het humanisme in de fotografie heel belangrijk was. En dit is hier de omslagen van boeken. En is echt in ons visuele geheugen ook verankerd geraakt. En wat ook heel bijzonder is, dat we foto's hebben in kleur uit die Tweede Wereldoorlog. Frits Rotgans bijvoorbeeld. Was dat voor het eerst? Dat was. Er is nog één andere fotograaf die heel veel in kleur heeft gefotografeerd. En verder is Rotgans daar wel inderdaad uniek in. Hij had een kleinbeeldfilmpje in kleur. Dat is eigenlijk hetzelfde als de film die in de speelfilm werd gebruikt. Dus 35 mm is dat. En daarmee maakte hij foto's van de Joodse wijk in Amsterdam. Dit is de hoek Nieuwe Kerkstraat Amstel. En die wijk was door de Duitsers afgeschermd van de stad. En daar werden de Joodse bevolking werd daar samengebracht. Maar op een gegeven moment is de bevolking in Amsterdam in opstand gekomen. En toen is het gelukkig opgeheven, dat verbod. Maar ja, natuurlijk is het niet voorkomen dat toch heel veel Joden in Amsterdam geconcentreerd werden en later afgevoerd zijn en vermoord, ook ja, met medewerking van de Nederlanders. Maar het is heel bijzonder dat het kleur is. Het lijkt toch altijd dichterbij en werkelijker. Je ziet natuurlijk ook heel veel ingekleurde foto's nu, maar dit is echt in kleur gefotografeerd. Natuurlijk heel belangrijk om dit ook te blijven herhalen in schoolboeken en te laten zien aan mensen wat er mis is gegaan. En dat was ook een hele belangrijke missie van fotografen, om misstanden zichtbaar te maken. Dat is heel erg opgekomen eigenlijk van een beetje vanaf de jaren 30, ook met arbeidersfotografie, dat ze armoede fotografeerden in Nederland. En hier zie je de Tweede Wereldoorlog, maar ook verderop gaan fotografen, die gaan op reis en die gaan in de hele wereld ook
voelen zich geroepen om misstanden vast te leggen. Wat dat betreft was de ontwikkeling naar kleurenfotografie, kwam goed uit. Ja, omdat dat nog natuurlijk... eigenlijk is het ontbreken van kleur... Ja. Is vanaf de uitvinding van de fotografie altijd als het grootste gemis gezien. Maar ja, we hebben een prachtig beeld van de werkelijkheid, maar waar is die kleur? En wat ze in de Geotypieën wel deden, was gewoon de wangetjes een beetje inkleuren. Mm. Of een sieraad, of kleding inkleuren. Maar het was natuurlijk fantastisch dat op een gegeven moment echt in kleur gefotografeerd kon worden. Ja. Dus voor een betere wereld, dat is het volgende tijdvak. Daarmee zie je dat heel veel Nederlandse fotografen op reis gaan. Nederlanders reizen natuurlijk altijd al heel veel. Maar juist Nederlandse fotografen waar over de hele wereld. Dus je ziet daarom ook dictator Augusto Pinochet gefotografeerd door Charles Gerritsen. En in de straten van Nederland is Ed van der Elske op pad. Dus ik zie heel veel ook straatfotografie. Die zien we nu in beeld, hè? Dat is Ed van der Elske in Tiel. Daar cirkelde hij waarschijnlijk om zijn onderwerpen zoals hij dat altijd deed. Hij riep altijd naar mensen van, hey, kijk eens even naar mij. Of lig je daar lekker op die auto. Hij was altijd heel direct in het benaderen van mensen. Dus dat zie je vaak ook in de blikken van hoe ze terugkijken. En dit zijn Molukse jongeren. Het leuke is dat er ook mensen zich inmiddels herkend hebben op deze foto. En die waren waarschijnlijk in zo'n woonwijkje gevestigd. Maar in Tiel, waar mensen nog helemaal niet gewend waren dat er migranten of andere culturen kwamen wonen. En dat lijkt je ook een beetje dat lijkt ook een beetje zichtbaar in die gezichten van die mensen. Ja, dat is natuurlijk altijd een interpretatie. Maar een mooie, levendige... Zeker. Foto, heel direct. Degene die wel eens eerder naar een live tour hebben gekeken, die weten dat er tussendoor soms ook een vraag kan komen. Om het een beetje interactief te houden. En zo hebben we voor vanavond ook een paar vragen samengesteld. Komt er even eentje. Hoe lang bestaat het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam? En als het goed is, komen de antwoorden nu in beeld. Maar ik zal ze even noemen. Is het A, 32 jaar? Is dat B, 18 jaar? Of is dat C, 14 jaar? Klik op het goede antwoord, zou ik zeggen. Ja, dat is voor jou een hele makkelijke, hè? Ja. Maar niet verklappen, nee, niet verklappen. Nee, nee, niet ik verklappen. Zeg niks. Waar gaan we nu naartoe? We hadden het al over strijden voor... er is gewoon zoveel te zien dat het natuurlijk heel moeilijk is om een keuze te maken. Ja. Op wat we vanavond nog eventjes vertellen. Maar als het gaat om strijd tegen onrecht, maar ook strijd voor gelijke rechten, dan is dit een hele belangrijke foto gemaakt door Jaap Herschel van vrouwen die een baas in eigen buik actie houden. Het is in Utrecht. En de fotograaf heeft hier... hij werkt voor krant. Dus die foto is ook bewaard in een persarchief. En dan zie je ook allemaal stempels achterop van hoe zo'n foto gebruikt is. Hij was erbij en hij heeft ze vanuit van laag standpunt gefotografeerd, waardoor dat nog beter zichtbaar is. En blijft natuurlijk ook een actueel thema. Je ziet dingen weer terugkomen. Dat is natuurlijk ook in het maken van zo'n selectie belangrijk, dat je onderwerpen laat zien die ook er nu nog toe doen. Ja. Of de verhalen die erachter schuil gaan. Dus de vrouwen die hier strijden voor toch het recht over de eigen buik en abortusrecht op abortus. Ja, zijn hier ook beeldbepalend weergegeven. Het is heel veel gebruikt in publicaties. Ja, het is een bekend beeld. Ja. Hoeveel foto's zitten er nou eigenlijk in jullie collectie? Dat vraagt Anna zich af. Ja, dat is een enorm aantal. Dat is... mag ik het antwoord geven daarop? Nou, ja. Volgens mij komt hij terug in een vraag. Ja, hij komt al terug in een vraag. Nou, noem hem maar. Ja, noem maar. Nou, dat is enorm. 5,6 miljoen. Maar we denken dat het misschien zelfs nog wel meer is. Omdat als we een heel archief krijgen, dan tellen we dat niet stuk voor stuk. Dus het zou best meer kunnen zijn.
5,6 Misschien miljoen. Zelfs denken we 6,8. Over 5 jaar denken we alles beter geteld te hebben. Ja. Dus dan kunnen we daar meer nieuws over geven. Hoe lang zijn jullie het al aan het verzamelen dan? We verzamelen vanaf 1989. Kijk. Dat is, voor dat moment verdween er ook heel veel. Er waren ook fotografen die stopten met werken en dan ging het werk soms, als niemand het wilde bewaren, in een vuilniszak. Dus soms hebben we iets uit een container moeten redden. Dus ook het zorgen voor fotografisch erfgoed is altijd heel belangrijk geweest. Ook dat mensen de moeite namen om het naar ons toe te brengen. Of dat wij op tijd erbij waren om iets veilig te stellen. En dat is eigenlijk ook een soort selectieproces. Soms helaas natuurlijke selectie, dat iets vanzelf verdwijnt. Ja. Ja, want we hebben net eventjes natuurlijk de vraag gesteld aan de kijker. Hoe lang bestaat het museum al? Nou, mensen hebben het ingevuld. Aan jou om het goede antwoord te geven. We bestaan vanaf 2007. Dus 18 jaar. Ja. 2003, sorry, wat zeg 2003. Ik nou? Maar het is 18 jaar. En we zitten hier vanaf 2007. Ja, goeie excuus antwoord voor mijn vervangende antwoord. Loes is af. Ja. Maar in ieder geval 18 jaar, dat is het goede antwoord. Een foto waar we nu, die net al even in beeld was, maar waar we nu naast staan. Ja. Die behoort ook tot de eregalerij. Ja, dit is de watersnoodramp. Nou, toen we de tentoonstelling samenstelden, hadden we natuurlijk niet gedacht dat we weer in zo'n moeilijke situatie zouden terechtkomen. Nou ja, in Nederland, ook in Duitsland. Dit blijft wereldwijd natuurlijk een actueel thema. Ja. Zeker met klimaatverandering gaat dat nog meer voorkomen. Dit is in Zeeland, de watersnoodramp, wat we echt als historische gebeurtenis aanmerken. En Ed van Wijk was daarbij. Ed van Wijk was echt ook een kunstfotograaf, dus u dacht ook heel erg vanuit mooie composities, sterke beelden. En je ziet hier in een hele klassieke driehoekscompositie met een eigenlijk een Maria-achtige vrouw die onder haar mantel 2 kinderen beschermt. Het is een vrouw van een dokter. We weten ook precies wie zij is, want dat hebben mensen later verteld. En ze is net nog onder bescherming. Ze is op terugreis, op een soort bootachtig vaartuig. Dus ze is veilig. Ze is ook veilig die watersnood doorgekomen, gelukkig. Maar het is wel een soort universeel thema. Ook een moeder die bescherming biedt aan haar kinderen. En qua techniek die er toen gebruikt werd in deze tijd? Hij had een rolleiflexcamera. Dat is een camera voor vierkante negatieven op kunststof, 6 bij 6 centimeter. En je kijkt bovenin de camera. En het voordeel daarvan is dat je daarboven altijd oogcontact kan houden met de mensen die je fotografeert. Dus je bent niet verstopt en daardoor ook minder afstandelijk. Maar je kan altijd toch ook blijven praten met de mensen die je fotografeert. Dat maakt het ook wat menselijker. En het vierkante formaat, daarin kan je heel mooi componeren. Dus fotograaf zoals Oorthuis maakte daar ook heel veel gebruik van. Komen hele mooie, nog stevige composities. Maar misschien nog wel ander werk wat er in de buurt komt. Daar moeten we even goed op letten. We vervolgen onze weg dan. Ik denk, als je eenmaal weet dat die camera heel veel werd gebruikt, dat je het ook gaat herkennen. En zo ontdekken wij ook wel steeds nieuwe lijnen in deze tentoonstelling. Dat je ziet van, dit is natuurfotografie, oude natuurfotografie. En dat past weer bij nieuwe landschapsfotografie, hele moderne landschapsfotografie. Maar ook als je op techniek gaat letten, zie je ook allerlei beelden die je met elkaar kan vergelijken. En als je bijvoorbeeld hier naar Ed van Els kijkt, heel bekend beeld wat hij maakte in Parijs. Hij maakte daar een beeldroman over jeugd die daar leefde. Een beetje aan de rafelranden. Zaten veel te drinken en drugs te gebruiken in cafés. En hij gebruikte daar ook een rolleflexcamera. Je ziet dat het ook een mooi evenwichtig beeld is. Van een vrouw die Vali Nijers heette. En dat is ook de eerste. Dat beeld is gebruikt in de eerste fotobeeldroman. Het is ook een redelijk oude foto. En Henny die vroeg zich terecht af, hoe kan het dat, dat we geen vergeling in die foto's zien? Ja, helaas. Als ik naar het fotoboek van mijn oma kijk, zelfs van mijn ouders, zie ik toch redelijk wat gele foto's. Klopt. Dat zien we hier niet. Nee.
Nou, hier hebben we ook... Kijk, het voordeel is, we hebben ook de originele negatieven. Dus wij kunnen daarvan nog op de ouderwetse manier ook mooie nieuwe afdrukken van maken in een doka. Dus die foto is ook... die is wel nieuw gemaakt, maar echt nog op de authentieke manier. We hebben ook afdrukken van Ed van der Elske. En vaak zijn die ook nog wel heel erg goed. Maar we komen ook heel veel conserveringsproblemen tegen. Dus dat is dat er ofwel schimmel zit op dia's, of dat dingen vergeeld zijn, gescheurd, geknakt. Dat er beestjes aan hebben gegeten. Ja, vingerafdrukken overal op, vocht. Nou, ongelooflijk veel problemen. Want het is heel kwetsbaar materiaal. En in deze tentoonstelling laten we natuurlijk heel lang dingen zien. En fotografie kan je eigenlijk maar 3 maanden tonen. Anders gaat het al achteruit. Okay. Dus we hebben ook een schatkamer waar je dan die hele kwetsbare dingen als origineel ook kan bekijken. Okay. En dat wisselt om de 3 maanden. Vincent Mensel, ja, we zien hier een foto op een evenement. Hele belangrijke fotograaf, persfotograaf voor NRC Handelsblad. Hier bij een voetbalwedstrijd. En het leuke is hier dat je kijkt niet naar de wedstrijd, maar je kijkt naar het publiek. Ja. Het fantastisch ouderwets publiek, wat je nu niet meer kan voorstellen. Prachtige oude jassen, keurig gekleed. Vestjes zie ik zelfs, stropdassen, brillen. Ook hier heeft iemand zichzelf herkend. Zijn archief is trouwens het grootste archief wat we hebben. En hij werkte met kleinbeeldcamera's. Kon heel snel achter elkaar door fotograferen. Er zit natuurlijk een hele rol in van 36 opnamen. Dus voordat je het wist heb je een archief van miljoenen beelden. Dus dat was een hele andere manier van werken. In het begin moest je heel zuinig zijn met 1 glasplaatje. Natuurlijk, ja, nu we digitaal werken, gaat er nog meer beeld doorheen. Ja. Want is dat, voor mij noemde je het net ook al... is dat een voordeel van werken met zo'n glasplaatje, dat het geen bewogen foto's zijn? Want al die foto's zijn bijna vlijmscherp. Ja. Als ik een foto maak nu, dan gebeurt het dan wel eens dat die een beetje bewogen is. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het in die tijd zo scherp komt. Maar dat komt door de techniek. Het komt ook door de maker. Dus, ja, maar als je kijkt zo'n stadion vol met... Een amateur kan het nog heel erg verbruien. Hij was natuurlijk professionele fotograaf. Dus het is niet alleen het materiaal. Combinatie van materiaal en ook vakmanschap. Vraag maar eens of zo'n heel publiek stil blijft staan. Dat is moeilijk. Ja, zeker. Ja. Hebben jullie ook sportfoto's? Als we het toch over stadion hebben. Dat vraagt Wendy. Ja, zeker. Nou ja, niet sport in actie, maar wel Johan Cruijff. Kijk. Ja, dan moeten we eventjes een rondje lopen. Maar bewegende misschien is, sport is dus niet... Nee. In de collectie wel, maar in de eregalerij is het eigenlijk een hele statische compositie. Een foto van Paul Huff, heel bekend door bijvoorbeeld reclamefoto's als hij voor biermerken maakte. Heel erg gestileerd en hier heeft het ook voor elkaar gekregen om zelfs voetballers te styleren in zijn studio tegen een hagelwitte achtergrond. Mooie compositie ook. Fantastische ouderwetse sportkleren. Ja, het is echt geweldig. Het is een heel mooi beeld. In kleur, dat was wel een vrij vroeg kleurenbeeld eigenlijk. Hier kwam het wel op, maar zeker in de commercie werd het, in de reclame werd kleur meer gebruikt dan in de reportagefotografie. Maar sportfotografie, vanaf welk jaar kwam dat een beetje? Sportfotografie is vanaf het moment dat je met een camera uit de hand kon fotograferen, werd dat makkelijker. Dus je moest momentfotografie, een moment kunnen pakken. Dus een korte belichtingstijd hebben. Dus stel een voetballer springt door de lucht, dat wordt al heel snel onscherp. Ja. Dus hoe gevoeliger de negatieven waren en ook hoe beter de camera's werkten, hoe makkelijker het was om zo'n moment ook scherp vast te leggen. Ja. Dat begrijp ik inderdaad, ja. Dus Ja, weet je vanaf welk jaar ongeveer? Ik denk dat amateurs, zoals we net zagen met die Kodak-boxjes, dat die al wel wat hebben gedaan. Maar dat het pas echt een genre is geworden met het kleinbeeldcamera's en het sneller kunnen fotograferen. Met glasplaten was het gewoon heel erg lastig. Ja. En dus dan zit je toch vooral vanaf de jaren 30 en de kleinere Leica-camera bijvoorbeeld.
En terwijl we doorgaan naar de volgende, wil ik nog een vraag van Franka Kerstens behandelen. Dat is, wat moeten we straks met die enorme hoeveelheden digitale foto's? Want tegenwoordig wordt alles natuurlijk vastgelegd. Ja, dat is een hele goede vraag. We kunnen ook niet alles verzamelen. Nog meer om uit te kiezen straks voor jullie. Ja, nee, het is op een gegeven moment natuurlijk ontzettend lastig. We verzamelen heel selectief. Maar ook het bewaren van al dat digitale materiaal vereist weer hele nieuwe kennis van hoe je dat gaat doen. En natuurlijk opslagruimte, ja. Servers, maar ook regelmatig controleren van staan al die bestanden nog overeind of zijn er technische fouten ingeslopen. Dus we doen dat al. Dus we hebben al wel wat digitaal geboren archieven van fotografen. Dus echt met de digitale camera hebben gefotografeerd. Maar nog niet zo heel veel. Nee. Okay. Maar we gaan het wel doen. Het is onontkoombaar. Ja, precies. Dan mag je hopen dat fotografen netjes alles in mapjes ordenen en goed beschrijven. Want ik denk dat het nog moeilijker wordt dan de ouderwetse fotoarchieven. Want? Omdat je heel snel natuurlijk verschillende versies gaat maken. En niet meer weet wat is nou het origineel. Afgeleiden. Dus je hebt veel meer informatie nodig van de fotograaf. Je zou daarin al samen moeten werken eigenlijk. Om dat goed te doen met de fotografen zelf. Oproep aan de fotografen. Ja. Van, documenteer goed. Precies, ja. En langsgaan bij de fotografen waarvan je denkt, nou in de toekomst gaan we jouw archief bewaren. Dan kan je met elkaar al zorgen dat dat goed overgedragen wordt. Ja, dat helpt. We willen natuurlijk heel veel laten zien, maar we hebben maar een uurtje. We zitten al over de helft. Waar zullen we nu naartoe gaan? Ja, ik wil jullie even meenemen naar de schatkamer. We gaan naar de schatkamer. Hebben jullie trouwens ook oude camera's in jullie collectie? Ja, we hebben wat camera's. Niet veel, maar een Rolleiflex moet je hebben, een Leica moet je hebben. En dan willen we natuurlijk wel de Leica van Koen Wessing. Of de Rolleiflex van Atacando. Lukt niet altijd. Soms wordt het natuurlijk ook gekoesterd door de familie. Maar dat vinden we wel heel leuk als die dan ook nog door de fotografen zelf gebruikt zijn. Maar we hebben ook van Frits Holtgans, die ook breedbeeldfoto's maakt. Dus enorme zelfgemaakte camera's waar die allerlei aanpassingen aan deed. Die zijn te zien. Die zijn helaas nu niet te zien. Ah. Maar af en toe komen ze tevoorschijn in tentoonstellingen. Ja. Je zegt, we moeten naar de schatkamer. Nou, Dana Lixenberg, prachtige foto van Tupac. Ja. Dus het is niet alleen Nederland. Het gaat echt over de grenzen. Nederlandse fotografen zijn dus ook geliefd in het buitenland. Maken daar portretten van beroemdheden. En dat is wel heel bijzonder natuurlijk om te zien dat je begint met zo'n heel klein zilveren plaatje. Met een intiem portretje van de eigen dochter. En hier een enorm portret van een Amerikaanse beroemdheid gemaakt door Nederlandse fotografen. Heel veel hergebruikt in tattoos, t-shirts. Echt een icoon voor Tupac. Dus het is ook niet alleen maar klassiek wat er te zien is. De schatkamer hebben we dus gemaakt om ook de kwetsbare stukken te tonen. Het is echt de moeite waard om hier even sowieso een keer naartoe te komen, hè? Ja. Het mag weer. Ja, het is zelfs een advies om misschien het in stukjes te bekijken. Yeah. Want 99 foto's, dat lijkt overzichtelijk. Maar het is echt veel, is de ervaring van de mensen die hier komen. Je hebt ook nog een app erbij die je kan downloaden met extra informatie. Kan je ook thuis verder naar kijken. Maar je bent wel eventjes zoet hier. Dan zou je alleen nog bij elke foto 1 minuut stilstaan. Ja. Toch? Ja, en ik denk dat het snel al meer is als je even je wil verdiepen of echt goed wil kijken. In de schatkamer tonen we een Rineke Dijkstra, een origineel, uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen. Het is ook leuk natuurlijk dat we andere collecties hier kunnen laten zien, zeker omdat Boijmans nu nog eventjes gesloten is. En kleurenfoto's zijn ontzettend gevoelig voor licht en deze strandfotoserie, die moest er gewoon in. Deze is internationaal zo bekend
vooral deze foto, maar haar werk, rond die strandportretten bestaan uit hele series. Dus we laten al iedere 3 maanden een andere zien. En zij fotografeerde jonge mensen op een hele ongedwongen manier. Waardoor ze, ja, iedereen herkent zichzelf ook wel in die jonge mensen. Die soort overgangsperiode naar volwassenheid. En dat heeft ze heel mooi gedaan. Door hen ook niet echt te laten poseren, maar heel natuurlijk in beeld te brengen. Is dat ook de reden dat deze zo wereldberoemd is geworden? Er wordt wel eens ook met deze foto een vergelijking gemaakt met Sandro Botticelli's Venus, die uit zo'n schelp tevoorschijn komt, omdat ze zo'n soort klassieke pose heeft. Maar Rieneke Dijkstra zegt dat het is puur toeval. Maar mensen hebben natuurlijk altijd associaties met beelden. En soms heb je dat als iets lijkt op, dat dat beter blijft hangen. We hebben nu al verschillende manieren gezien van fotografie, hoe het afgedrukt wordt. Ik zou weer eventjes een vraag willen stellen aan de mensen thuis. En dat is, hoe werd de eerste foto gemaakt? Hoe werd de eerste foto gemaakt? Is dat A, op papier? Is dat B, op glas? Of is dat C, op verzilverd koper? Komt als het goed is nu in beeld? Ja, welke is de juiste? Dan doe ik weer een stapje verder de schatkamer in. Dan gaan we even kijken naar zo'n vroeg voorbeeld. Dit is een foto die we in het begin ook hebben gezien, hè? Ja. En hier dus het origineel. Met een heel mooi klein lijstje. Bekleed met een zijden stof eromheen. Het is ook een beetje rafelig geworden. En je ziet hier heel goed hoe kwetsbaar ook zo'n objectje is. En het glimt aan alle kanten. Dus je moet echt moeite doen om het goed te bekijken. Maar als je met je neus erbovenop zit, zie je ook dat het haarscherp is. Dat je ieder detail ook wel kan waarnemen. Ik probeer het even goed in beeld te brengen. Het is natuurlijk lastig met zo'n kleine foto. Ja, je ziet ook aan de randjes wat dat het verzilverd is. Als er zuurstof bij kwam, dan kon zo'n heel beeld aangetast worden. Daarom werd het altijd in een luchtdichte cassette verpakt. Dus hier zit het ook achter glas. Helemaal zonder dat er zuurstof bij kon komen. Het is heel bijzonder dat dat hier hangt. Ja, we hebben dit mogen lenen van het Rijksmuseum. En het gaat straks ook weer terug naar hun eigen collectie. Dus dat is al een soort logeetje wat je hebt, waar je zo goed mogelijk voor zorgt onder de beste omstandigheden. Hoe lang mag het hier hangen? Het mag 3 maanden hangen. Okay. Dus september gaan we wisselen en dan komt hier weer eigenlijk een verrassing. We zorgen in ieder geval dat je voor september hier bent geweest. Ja, zeker. Nou, dan mogen we denk ik ook het goede antwoord wel geven, hè? Van de vorige vraag. Dat is natuurlijk C. Dat is, zilver. Verzilverd koper. Ja, verzilverd koper, ja. Dit behoort ook tot de schatkamer. Ja, dit is, die zagen we eerder. Een foto gemaakt door Cassian Cefas. En hier heb je het origineel. Daardoor kan je ook een beetje zien hoe in die 19e eeuw foto's werden gebruikt en getoond, vaak op een karton geplakt en hier ook met een heel mooi gouden randje eromheen, wat ze ook vaak met de geotypieën deden. En dat zat dan vaak in mappen gestapeld, ook weer heel mooi versierd. En wel een groot contrast met nieuwe fotografie, want ernaast ligt een baanbrekende foto gemaakt door Paul Schuitema van een bewegende grammofoonarm. En hij legde hier beweging vast. Dat werd eigenlijk nog helemaal niet gedaan. Echt experimenteren met beweging in fotografie. Dus dit is ook heel beroemd geworden. En ook belangrijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie. Dit is ook het origineel? Dit is de originele afdruk. Ja, die hebben we van Kunstmuseum Den Haag te leen gekregen. En de foto van Cefas komt uit onze eigen collectie, de Wereldcollectie. Dat is de collectie die vroeger bij het Wereldmuseum was ondergebracht. En dat hebben ze aan ons in langdurig bruikleen gegeven. Dus het is internationaal. Daarin zitten allerlei grootheden, ook van over de hele wereld, zijn erin vertegenwoordigd. Veel 19e-eeuwse fotografie. Zijn er veel fotomusea, zoals hier in Nederland? Je hebt Huis Marseille in Amsterdam. Je hebt het Fotomuseum Den Haag. En je hebt FOAM in Amsterdam. Ja. Dus er is toch wel
Nou, niet klagen. Het is een groot aanbod. Ieder met een beetje zijn eigen signatuur. En ja, wat bijzonder is aan ons museum is dat we... Wij zijn wel de enige die echt hele archieven verzamelen en zo'n enorme collectie hebben die we ook kunnen gebruiken om tentoon te stellen. Ja. Dus we hebben dan gewoon net een andere functie. Nou, over internationaal bekende fotograaf gesproken. Anton Corbijn, prachtig portret van Nick Cave. Enorm groot. Ook helemaal niet wat je in het begin van de fotografie zag, dat je mensen alleen maar zo esthetisch mogelijk wilde weergeven. Maar het is heel erg realistisch. Hij is op dat moment heel verdrietig ook, omdat het uit is met zijn vriendin. En dat zie je ook in zijn gezicht, een soort stuursheid en wegkijken. En Anton Corbijn heeft mensen altijd op die hele natuurlijke wijze gefotografeerd. Hij maakt ook wel een soort meer verhalende beelden, die al een beetje voorspellen dat hij later ook met film ging werken. Ja, dat is natuurlijk ook een soort trots van Nederland, dat onze fotografen over de hele wereld wel gewild zijn en gevraagd worden ook, ook door beroemdheden. We hebben veel goede fotografen in Nederland, hè? Zeker, ja. Ook veel amateurfotografen. Ja, ja. Franca zit op dit moment ook te kijken. En waarschijnlijk is ze amateurfotograaf, want ze vraagt... Zijn er ook workshops te volgen als amateurfotograaf bij jullie? Heel af en toe hebben we wel een aanbod. We moeten dat weer een beetje ook... Kijk, door corona is er natuurlijk een gat geslagen in alles. Aan activiteiten waarbij je gezellig bij elkaar kan zijn. Maar dat gaat zeker wel weer komen. En dat kan ook heel mooi verbonden worden aan de Eregalerij. Dat je een keer iets doet met portretfotografie. We hebben vaak ook dingen gedaan met straatfotografie. Dus ik zou zeggen, hou onze activiteitenagenda in de gaten. Op de maar dan na op de website. Dit is ook wel, deze pad er ook meteen uit. Ja, we zijn hier in het digitale domein. Hoewel niet exact alles hier digitaal geschoten is, is het wel de periode waarin de digitale fotografie opkomt. En de eerste digitale camera's verkocht worden. En de fotograaf die dit beeld maakte, waar je echt wel ingezogen wordt, het is natuurlijk ook heel groot, is Marwan Basyouni. Hij fotografeerde in moskeeën door heel Nederland. Hij heeft ook expres moskeeën gezocht waar het contrast tussen het interieur en het landschap daarachter heel sterk was. Dus dat hele vlakke Hollandse landschap en de exotiek van die decoraties, een beetje Oosterse decoratie op de achtergrond. En hij combineerde die twee beelden in één. Wel op een digitale manier, maar het is wel echt documentaire fotografie. Dus het is niet speciaal verfraaiend, maar hij heeft wel alle mogelijkheden gebruikt van de digitale techniek om het zo goed mogelijk weer te geven. En zijn idee daarachter is dat hij de islam en ook Nederland wil verzoenen met zijn beelden. Hij brengt dat samen in één beeld. En hij heeft ook direct heel veel met zijn werk. Hij is nog een jonge fotograaf. Wat is jong? Nou, nog niet zo heel lang geleden afgestudeerd. Dat kan ik even spreken. Is het een twintiger of een dertiger? Ja. Een twintiger denk je dan, net afgestudeerd? Net, ja, tegen de dertig of zo. En direct veel tentoonstellingen gehad. En we hebben zijn werk ook aan kunnen kopen. Dus ook in onze collectie vertegenwoordigd. Ja, wat vind je dan zelf van zo'n werk? Van zo'n jonge fotograaf, zoals die we net zagen? Ja, ik moet heel erg denken aan René Magritte, omdat het ook iets surrealistisch heeft. Die heeft ook vaak die gekke combinaties, naar buiten kijken. En ik vind het een heel mooi dat contrast ook. Die bouwwerken fascineren mij ook heel vaak. In Rotterdam heb je ook fantastische, exotische moskeeën, waarvan je denkt, die zijn geland in zo'n Hollands landschap of in een Vinex-wijk. Ja. Dus dat vormt vaak hele gekke contrasten. Dus ik vind het heel mooi werk en ook de boodschap die je over wil brengen.
Hij is ook, hij heeft hele gemengde roots. Is nu in Nederland woonachtig en werkt hier. En hij ziet gewoon een nieuwe generatie ontstaan die islam combineert met gewoon in Nederland wonen en niet als dingen die met elkaar conflicteren. Dus ook de boodschap vind ik heel mooi daarachter. Er zullen vast heel wat kijkers zijn vanavond die zich ook afvragen, wat is dan jouw favoriete werk? Ja, dat eigenlijk heb ik niet één favoriet. Er zijn meerdere foto's die ik of heel belangrijk vind of heel erg mooi. Wat ik heel bijzonder vind is in het begin van de tentoonstelling is een microfoto te zien. Het is eigenlijk heel abstract en het leuke ervan is dat het een foto is op een negatief wat met de hand gemaakt is, met collodium. En ik ben natuurlijk ook vanuit mijn beroep heel vaak bezig met techniek van foto's en het bewaren. Dus dat vind ik om die reden, het is ons oudste glasnegatief. Ik vind dat wel een heel mooi, bijzonder ding. En je kan het bijna als een soort moderne kunst zien, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo bedoeld is. En het laat ook zien dat fotografie in het begin voor allerlei doelen ingezet kon worden. Dus een beetje in die tijd, met die techniek, dat zijn een beetje jouw favoriete foto's? Ik vind de 19e eeuw wel heel fascinerend. Ja, sowieso als hele eeuw met alle maatschappelijke ontwikkelingen en hoe Nederland veranderd is. En dan opeens die uitbarsting van nieuwe technieken. En daar hoort fotografie bij. Ja. En je ziet dat fotografen ook heel veel verschillende presentatievormen zijn gaan gebruiken. Vroeger was het heel vaak een afdruk in een passepartout in een lijstje. En hier heb je een heel groot, wij noemen dat een diapositief, een doorzichtige kleurenfoto. Hier zit licht achter ook, hè? Er zit licht achter, dus het is een lichtbakje. Een hele mooie foto. En de foto is gemaakt met infraroodfilm. En dan krijg je een hele rare verkleuring van de werkelijkheid. Ik vind het fantastische kleuren, maar haar werk gaat over kleurenblindheid. En die komt voor bij een bepaalde bevolkingsgroep. Dus het is genetisch. En zij heeft ook met die mensen samengewerkt en bijvoorbeeld beelden laten inkleuren op hun eigen manier. Oh. En benadrukt daarmee van hoe wij de werkelijkheid zien is subjectief. Het hangt ook maar net vanaf welke receptoren, wat je voor zintuigen hebt ontwikkeld. Dus dat is een hele mooie samenhangende serie waarvan dan één beeld maar je kunnen laten zien. Vrij recent beeld ook, zie ik. Ja. 2018. Ja, we komen nu. Dit zijn de meest. Het nieuwste werk in de tentoonstelling. Beetje is fashion, zie echt ik. Specifiek voor deze plek gemaakt. Dat is een soort foto die. We zien nu nog stil leven. Welke foto bedoel je? De allernieuwste. Waar we naartoe gaan. We hebben een Instagram mooi, live feed. Dus die blijft eigenlijk, die kunnen we makkelijk verversen. Ja. Van Miriam Slimani. Dus die. En we hebben een foto die is gemaakt op basis van deze ruimte. En dat is een beetje het Drosten-effect. Dus een foto in een foto. Oké, okay, die komen is hier zo, maar die we nu zien, die we net zagen. Ja. Deze, Kimani, ja, die is op Curaçao gemaakt door Gilliam Trapenberg. En hij heeft op Curaçao de jongeren, vooral jongeren, gefotografeerd. En ook hoe moeilijk ze het hebben op Curaçao om te overleven. Het is een serie die heeft ook de titel This Must Be Paradise. Wij hebben natuurlijk vaak het idee van palmenstranden en heerlijke plek, altijd mooi weer en zonnig. Maar voor de jongeren daar is het vaak heel hard om te overleven. Ja. En hij heeft hen daar gefotografeerd. Eigenlijk loopt dat project nog steeds door. Oké. Okay. Dus daar kunnen we nieuwe foto's van verwachten nog. Ja, hij vond dit beeld zelf volgens mij heel erg symbolisch. Gaandeweg heeft zijn werk zich meer ook in deze richting ontwikkeld. Dus hij vindt het heel mooi ook dat dit hier nu te zien is. Ja. Dus dat is ook wel leuk dat je nog werk hebt van mensen die zich aan het ontwikkelen zijn. Zeker. Ja, want Chantal vraagt zich af, hangen deze foto's standaard in het museum? Of elke keer andere foto's? Kijk, hier komen natuurlijk nog meer foto's van deze fotograaf. Hoe zit dat? Wanneer wisselt dat weer? Dit is wel
permanent te zien. Ja. Dus dit blijft zo hangen. We hebben wel de mogelijkheid om foto's toe te voegen, gemaakt voor het publiek. Dus het publiek kan wel favorieten aan de tentoonstelling toevoegen digitaal. Oké. Okay. Als je nou nog één foto zou kunnen mogen laten zien, ja. Welke zou dat dan zijn? Dan laat ik jullie Viviane Sassen zien. Ja, dat is goed. Dan lopen we die kant op. Dat is deze, hè? Ja. Waarom ik deze? Ik weet niet of je het eraan ziet, maar Viviane Sassen is eigenlijk begonnen in de modefotografie. Natuurlijk heeft deze foto ook wel iets heel sierlijks in zich. Je denkt wel, hoe kan dat jongetje zo balanceren in die houding op het hoofd van zijn vader? Het is uit de serie DNA en gaat over bloedverwantschap. En dat zoontje wordt gedragen door zijn vader. Wat Viviane Sassen wil, doordat haar roots ook in Afrika liggen, is niet alleen maar zo'n traditioneel beeld van Afrika geven zoals dat meestal wordt gegeven. Hongersnoden, burgeroorlogen. Ze werkt ook heel veel met kleur of ook series met hele geometrische vormen erin. En dit is ook heel, ik vind het heel sierlijk en sterk beeld. Als je dit één keer hebt gezien, vergeet je het ook niet meer, denk ik. Tenminste, bij mij blijven dit soort beelden ook direct hangen. Het heet DNA. Ja. Ja. Dus het gaat over erfelijkheid, bloedverwantschap. Dus in dit geval tussen vader en zoon. En ja, het zijn natuurlijk altijd series waar je een keuze uit moet maken. Heel veel fotografen werken in series. En we hebben ook eigenlijk niet exact 99 foto's. We hebben er soms stiekem wel wat meer. Ah, en op dit moment? Omdat er series te zien zijn. Heb je op dit moment ook stiekem meer? We hebben bijvoorbeeld Anne Genen met een stuk of 216 kleine fotootjes. Dus die kun je er optellen. Ja, oké, ja. En we hebben ook heel veel pasfotootjes van Willem Populier. Dus dat is ook een aardige serie. Ja. Ja. Dus er is net iets meer te zien dan 99. En mensen kunnen er zelf eentje toevoegen, want het is 99 plus 1. Ja, dat is ontzettend leuk. Je kan tijdens je rondgang door de tentoonstelling kan je favorieten verzamelen. Die kan je nog een keer highlighten, toevoegen. Maar je kan ook je eigen foto die jij gemaakt hebt toevoegen. Of als je denkt van nou, van Viviane Sassen had ik een hele andere foto gekozen. Zorg dat je die op je telefoon even opzoekt. En met die kan app. Je toevoegen via de app. Ja, die je dan al van tevoren even moet downloaden. En dan kunnen we daar ook later in het programma bij de Eregalerij op terugkomen. Dat bespreken. Misschien maken we zelfs een publicatie of doen we er iets anders mee. Dus we zijn heel erg benieuwd naar de suggesties van het publiek. Juist vanuit het idee van die keuze is nooit helemaal rond. Maar we staan open voor nieuwe. Ja. Iedereen heeft witte vlekken. Dus er is vast een en ander wat ontbreekt. Zeker. Dus ja, kom hier allemaal zo snel mogelijk keer naartoe. Het mag weer, toch? Vergeet dan vooral niet van tevoren te reserveren. Dat kan natuurlijk gewoon met de VIP-kaart. In tijdsblokken, heb ik begrepen. Ja, het is nog gewoon met een tijdsblok reserveren. En dat kan via de website gereserveerd worden. Loes, ik vond het heel interessant. En ik wil je ook namens alle kijkers enorm bedanken voor deze rondleiding. We hebben natuurlijk maar een fractie gezien. Hè? We hebben het veel gehad over de techniek. Posities van waaruit een foto werd genomen. Materialen. Maar het is zeker de moeite waard om alle foto's hier te komen kijken. En zoals je al zei, neem daar uitgebreide tijd voor, hè? Ik wil u thuis ook hartelijk danken voor het kijken naar deze livestream vanuit het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Volgende week zijn we er weer. Dat is 5 augustus zijn we er weer. En we doen het namelijk maandelijks. En dan zijn we er om 7:30 vanuit het Rijksmuseum. Daar gaan we de tentoonstelling Slavernij bekijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.